is het nieuws van dinsdag 12 augustus. Mijn naam is Tim. En mijn naam is Nick. En dit is vanaf Jeugdvakantieland. Nieuwsflits, Feyenoord in de Europa League. Feyenoord wil niet naar Oekraïne wegens oorlog. 21 augustus zou de wedstrijd plaats moeten vinden. Dat gebeurt ook. Eerst zou het in Lugansk moeten zijn. Maar door oorlog wordt het verplaatst naar Kiev. Waar het nog steeds gevaarlijk is, maar wel een heel stuk minder. Feyenoord zou er eigenlijk ook niet naartoe willen. Maar de UEFA heeft toch besloten dan wel door te laten gaan. Omdat er oorlog is, kunnen ze daar niet naartoe. Lossen ze het op. Doordat ze in Kiev gaan spelen, maar het blijft er gevaarlijk. Ook voor supporters. Feyenoord supporters mogen niet naar Kiev toe, omdat het voor hun te gevaarlijk is. Maar ook omdat zij nogal een feestje daarvan maken en dat kunnen ze daar niet echt gebruiken. Tot de volgende keer. Vanuit Jeugdvakantieland.